tegen ons gebruikt worden. Het is iets heel bijzonders vandaag op het plein. We luisteren allemaal even mee. Dat wij er zijn is heel gewoon, maar dat er een heleboel andere mensen zijn en een paar kalveren is heel apart. De bedoeling is dat we het een en ander gaan leren van kalveren, dat we iets gaan leren over melk. En deze mensen zijn allemaal melkveehouder. Dat wil zeggen, thuis hebben ze nog veel meer koeien en kalveren staan. Daar moeten ze van leven. Ze verkopen de melk. En dat is niet altijd makkelijk. Ik weet daar niet zo heel veel van, want het enige wat ik doe is de melk opdrinken. Maar de mensen hier weten er veel meer van. En die gaan er ook iets over vertellen. Ik geef het woord aan meneer Geurts. Ja, dank u wel, meester John. Waarom staan wij hier? Het is vandaag 1 juni, is het Wereldmelkdag. Dat is een dag die is uitgeroepen door de Verenigde Naties. En deze dag wordt de melkveehouderij, worden wereldwijd de melkveehouders in het zonnetje gezet. Wat wij willen vertellen is het belang van die melkveehouderij. Het belang natuurlijk voor jullie, voor voedsel. Kijk, die melkkoeien, die eten gras, die eten mais en daar produceren ze melk van. Melk is een heel hoogwaardig voedingsproduct. Heel veel vitamines, mineralen, calcium. Heel belangrijk voor kinderen. We hebben ook wat kalfjes meegenomen, die zitten op die kar. En die kalfjes die symboliseren de toekomst van ons, van de melkveehouders. Net zoals jullie, kinderen. Jullie zijn de toekomst van het land. En daarom vinden wij het heel belangrijk om jullie te vertellen waarom die melkveehouderij zo belangrijk is. Want ik zeg al, we produceren voedsel, maar we doen nog meer. De melkveehouderij die heeft gezorgd voor het land zoals we dat hebben. Het landschap met de koeien in de wei. Mooie groene grasvelden. En dat is een landschap, een Nederlands landschap, dat is uniek in de wereld. Het is wereldwijd is dat bekend, het Nederlandse weidelandschap met de koeien daarin. En ook toeristen uit Japan, uit Spanje, die komen speciaal daar naar kijken. Natuurlijk ook naar de tulpen en de klompen, maar ook naar die koeien. En wat de koeien nog meer doen, is zij eten dus gras, zij eten mais. Maar ze eten ook heel veel producten die de mensen niet meer willen eten. Restproducten van bijvoorbeeld als je bier maakt, dan krijg je een restproduct. En die koeien die eten dat allemaal op. Ik heb al gezegd, ik ben voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Maar we zijn hier met twee organisaties die allebei opkomen voor de belangen van de melkveehouderij. En Sita is voorzitter van de Dutch Dairymen Board. Maar daar zal Sita zelf meer over vertellen. Bedankt voor jullie aandacht.